De Nederlandstalige letterkunde begint met de biografie van een heilige. De legende van Sint Servaas. Dat komt vandaag de dag wat vreemd over. Maar in middeleeuws Europa speelde het geloof een grote rol in de maatschappij. Als gevolg van de zondeval was de weg naar de hemel allesbehalve vanzelfsprekend. Van geboorte tot dood moesten de mensen zorgen voor een zielenhel door een deugdzaam leven te leiden. Alleen zij die zonder zonde stierven, werden onmiddellijk in het Rijk der Hemelen opgenomen. Tijdens hun zwerftocht op de aarde mochten de mensen rekenen op hulp van boven. Heiligen, die hadden een plaats in de hemel gekregen. Omdat zij zo voorbeeldig hadden geleefd, konden ze een goed woordje bij God doen voor hen die nog leefden in dit aardse tranendal. Daarom kregen kinderen bij de doop meestal de naam van een heilige. Deze naamheilige bood bescherming tegen de listen en lagen van de duivel. Elke streek of stad had zijn eigen patroon of beschermheilige. Van de stad Maastricht was dat Sint Servaas, een bisschop uit de 4e eeuw. De oudste, wat langere verhalende tekst in het Nederlands is een levensbeschrijving van juist deze heilige. Het leven van Sint Servaas werd omstreeks 1170 door Hendrik van Veldeke op rijm aan het perkament toevertrouwd. Dat deed hij in opdracht van Agnes, de gravin van Loon, en Hessel, de koster van de Maastrichtse Sint-Servaaskerk. Hessel beschikte over een Latijnse vita of levensbeschrijving van de heilige Servaas. Die was bijna een eeuw eerder samengesteld door een zekere Jocundus. Het leven van Sint Servaas bestaat uit twee delen of boeken. In het eerste wordt het leven van Servaas beschreven. Hij is voortdurend op reis van zijn geboorteland Armenië naar Jeruzalem, vandaar via Santiago de Compostela naar Tongeren. Dan gaat hij naar Keulen om een Kettische bisschop af te zetten en vervolgens naar Rome om God te smeken de dreigende inval van de hunnen af te wenden. Wanneer hij terugkeert naar Tongeren, wacht hem geen warm onthaal. Hij wordt uit de stad verdreven en trekt naar Maastricht, waar hij uiteindelijk sterft. Het eerste boek van het leven van Sint Servaas is geen biografie in de moderne zin van het woord. Het gaat niet om de letterlijke, historische waarheid, maar om de geestelijke, spirituele waarheid. Het hoogtepunt van de legende is de zogenaamde sleutelschenking. Op Goede Vrijdag is Servaas in de Sint-Pieterskerk in Rome om God om hulp te vragen tegen de oprukkende hunnen, wanneer hij plots een visioen krijgt. In dit visioen weigert God om te verschijnen aan Servaas. Uiteindelijk is het de apostel Petrus die hem komt uitleggen dat God walgt van het wangedrag van de mensen in West-Europa. De hunnen zijn door hem gezonden als straf. Gods besluit staat rotsvast. Aan het lot van de mensen van Tongeren is niets te veranderen. Maar Petrus heeft wel enige troost voor Servaas. Hij schenkt hem een schitterende zilveren sleutel. En daarmee krijgt hij, net als Petrus, de macht om mensen de hemel binnen te laten. Deze toevoeging is in wezen een politieke stellingname. Bisschoppen zoals Servaas, die in dienst stond van de keizer, beschikten over dezelfde macht als de paus. En in de strijd tussen paus en keizer over de vraag wie de rechtmatige vertegenwoordiger van God op aarde was, was dit geen onbelangrijk detail. Het tweede boek begint met de verwoestingen die de hunnen aanrichten. Vervolgens wordt een groot aantal wonderen verhaald. In de laatste twee wonderen duikt de hemelse sleutel weer op, zij het impliciet. Beide verhalen handelen over een ridder die zich aan God nog gebod iets gelegen laat liggen. Allebei worden ze plots uit het leven weggerukt, zonder dat ze hebben kunnen biechten. Hun zielen zijn rijp voor de hel. De duivels staan handen wrijvend klaar om hun slachtoffers af te voeren. Op het laatste nippertje krijgt een van hen een tweede kans. De genadige Sint Servaas redde me uit de nood. De waarachtige bode van Christus kreeg het voor elkaar dat ik 7 jaar uitstel kreeg. Ik zeg u naar waarheid dat mijn leven, op voorspraak van de machtige Sint Servaas, met die termijn verlengd is.
Dit werd me duidelijk. Op het moment dat ik vanwege mijn zondige levenswandel naar de helse afgrond zou worden gevoerd, werd ik door de heilige man bevrijd. Mits God me dat toestaat, wil ik nu boete doen voor mijn zonde. Na 7 jaar overlijdt deze man nogmaals en nu gaat zijn ziel rechtstreeks naar de hemel. Veldeke laat hier de patroonheilige van Maastricht optreden als redder in uiterste nood. Hoewel het leven van Sint Servaas in de 12e eeuw werd geschreven, is de tekst enkel volledig overgeleverd in een 15e eeuws handschrift. Daarnaast zijn er fragmenten van een handschrift uit Veldeke's tijd gevonden, nota bene in Beieren. Wellicht wilden de Maastrichtse opdrachtgevers bij de Duitse keizer, Frederik I Barbarossa, en vooral bij diens zoon, de latere Hendrik VI, in het gevlei komen. Met zijn Leven van Sint Servaas heeft Hendrik van Veldeke de Nederlandse literatuurgeschiedenis op schitterende wijze geopend.